Ja, dus mijn dochter is op 10 oktober, hebben ze daar een kwaadaardige agressieve tumor vastgesteld in de hersenstam. Sindsdien heeft ze 30 bestralingsdagen achter de rug. Vandaag heeft ze de laatste gehad. Morgen vertrekken we met de trein naar Zurich om daar in het kinderziekenhuis te horen wat zij voor haar daar kunnen doen. De bedoeling is, als we daar aan het medicijn zouden kunnen geraken, dat we op korte termijn in Zurich terecht kunnen komen voor behandeling, in plaats van in Amerika. Dat zou ons een pak kosten en ook een pak tijd uitsparen. Kan ze naar school blijven gaan, dus wij gaan bij vrijdag een afspraak in Zurich om te horen hoe het daar staat. Als dat niet mogelijk is, dan springen wij zondag op een vliegtuig richting Houston om daar de behandeling aan te vatten. Ik neem aan dat dat ook financieel en emotioneel heel hard aankomt. Ja, emotioneel is het van dag 1 natuurlijk. Dat komt er nog bij dat product heel moeilijk te krijgen is. Heel duur is. De behandeling is heel duur, het product op zich niet. En het is vooral heel moeilijk om in de trials te geraken. Dat komt er nog eens bij dat het in de VS is. Dat is 14 uur vliegen. Dus op en af, op een dagje, dat gaat dus niet. Zal er ook een paar maanden waarschijnlijk de eerste weken van de therapie moeten voorbij hebben. Dus ja, we zullen waarschijnlijk tijdelijk daar wonen. Echt, het enige goede wat ons sinds 10 oktober overkomen is, is de massale steun en inzet van de mensen die in ons geloven, in tegenstelling tot wat sommige artsen zeggen. Hè, van, steek er geen tijd, steek er geen moeite in. Geloven wij er toch in en gaan we er ook voor. En de mensen, de inzet die we horen, die we krijgen, die we voelen, hè, elke dag opnieuw, doet mij geloven, doet ons geloven dat we bezig zijn met het juiste. En we gaan dus er volle 100% voor. Goed, bedankt. Bij me zit ook Peter Nielissen van de voetbalclub Sluizen. Jullie gaan nog iets doen. Ja, uiteraard toen ik het verhaal las, dat vind ik schrijnend. Want dagelijks hoort je over het nieuws. We zitten maar over regeringsvormen, klimaat, jongeren, woonbonussen en noem maar op, de palaveren. Daar heeft iedereen een mening over. Maar daar kunnen wij als sterveling, als gewone sterveling, jammer genoeg niks aan doen. Als je dit verhaal dan hoort, dat is de harde wereld. Daar kunnen wij samen wel iets aan doen. Als andere instellingen het niet kunnen, dan gaan we dat wel doen in deze toch soms verzuurde maatschappij. Denk ik dat we toch heel veel solidariteit nog te merken is onder verschillende verenigingen die hier iets willen verdoen. Natuurlijk willen wij daar iets voor doen. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk. Want rijkdom, iedereen associeert rijkdom met geld. Rijkdom, dat is niet enkel geld. Chloe, die is rijk. Rijkdom is als je heel veel mensen hebt, als je in de miserie zit die klaarstaan om je tranen af te vegen, dat is ware rijkdom. 5 januari hebben wij een wedstrijd. Die wedstrijd gaan we noemen Play for Chloe. Dat is een thuiswedstrijd tegen Uikhoven. Die wedstrijd zal in het teken staan van de redding van Chloe. Wij hopen allemaal dat er de dag komt dat zij eens met ons de aftrap mag komen geven. Ja. Kan komen geven, daar gaan we alles aan doen. De inkomsten van deze wedstrijd, ik denk dat als iedereen al weet dat wij heel veel supporters hebben, die gaan integraal naar Chloe. De eetstanden gaan integraal naar Chloe. Wij gaan 100 euro per doelpunt wat gescoord wordt geven. Ieder lid, ieder spelend lid, ieder bestuurslid, ieder vrijwilliger gaat een minimum bijdrage van 10 euro per persoon doen. En zo zullen we nog wel dingen doen. En natuurlijk, s'avonds komen dadelijk voor onze stad schitterende spelers. Die zijn er allemaal heel gek van. Die willen allemaal op de foto met Chloe. Dus wij gaan een ploegfoto maken met Chloe. En die foto zullen we ook veilen. En hopelijk zijn er heel veel mensen die interesse hebben in deze foto. Chloe, nog heel veel succes. Dankjewel. Dag. Girl, I'm sure.
inside, a little bit inside. And I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody like you. Like you. Like you.